Waardoor je dus in de winter heel veel leegstaande huizen krijgt. Terwijl daar ook gewoon een jong gezin in had kunnen wonen. De 23-jarige Lienke is geboren en getogen in dit dorp. Ze heeft hier haar werk, sociale leven en zou hier dolgraag haar eigen huisje hebben. Maar het lukt haar en haar leeftijdgenoten maar niet. Sowieso wordt er volgens hen te weinig gebouwd. En al komt er iets op de markt, zouden rijke toeristen daar steeds vaker mee aan de haal gaan. Nou, dat kennen wij er niet in. En wij zijn dorpelingen. Ja, gewoon een beetje kut, eigenlijk. We willen gewoon heel graag een knap huis. En dat is gewoon niet te krijgen. Vandaag is het gezellig druk in het kustplaatsje. Maar met die tientallen onbewoonde panden, zogenoemde stille huizen, verandert het in de winter in een spookdorp. En het is ook gewoon verboden. Als een huis als bestemming wonen heeft, mag je die niet als recreatie gebruiken. De gemeente die moet strenger gaan controleren op de huizen, die in de winter dus gewoon leeg staan. Ja, het is gewoon een heel groot probleem. Elke keer als er weer een huis verkocht wordt, dan is de kans best wel groot dat er iemand uit Duitsland in zit. Er zijn ook veel Duitsers die hier na hun pensioen bijvoorbeeld aan de Nederlandse kust komen wonen. Dat mag. Er is vrijheid van vestiging in Europa, dus het is niet zo dat de woningen alleen voor Callenshovers zijn. Oftewel, het is lastig te controleren. En dat is zuur, want op dit moment zijn hier zo'n 100 jongeren naarstig op zoek naar een eigen plekje. Maar vandaag komen we geen stille huizen bezitten. We hebben een huis gemietet. With our camping caravan. We hebben een huis gemietet. Ferienhaus. Bleiben noch ein bisschen am Strand und sind immer wieder gerne in Holland und hoffen, dass die Holländer sich freuen, dass wir hier sind. Ja, het dorp leeft wel echt op toerisme, dus het toerisme is wel heel belangrijk. Maar als je geen jeugd, als alle jeugd vertrekt uit het dorp, dan heb je uiteindelijk ook geen kinderen meer en dan vergrijst gewoon het hele dorp. Dus hopen Lienke en haar leeftijdsgenoten dat de gemeente nu in actie komt met nieuwe woningen, maar ook met extra controles op stille huizen. Uiteindelijk hoop ik dat ik samen met mijn vriend gewoon in Callenshoog kan gaan wonen en dat we hier gewoon ons lekker kunnen settelen en dat we hier de rest van ons leven blijven wonen.